Goedenavond, Jessie. Stel jezelf eens even voor. Ik ben Jessie, ik ben 39 jaar. Ik woon in Brugge. Oorspronkelijk afkomstig uit Oostende. Ik werk als verpleegkundige en werk ook nog als hostess op KV Oostende. Ik ben mama van 2 prachtige kinderen van 18 en 20 jaar. De reden dat ik meedoe aan deze misverkiezing is om een stukje van mijn zelfvertrouwen terug naar boven te krijgen en ook om de wat oudere generatie toch laten inzien ook van dat je ook nooit oud genoeg bent om mee te doen aan een misverkiezing. Dus je werkt in de zorg en ook als hostess. Het is toch allebei een beetje zorgen? Ja, inderdaad. De ene vraagt wat meer zorg dan de andere zorg. Dus. Hostessenwerk is zorgen voor de VIP, zoals je daarnet. Ja, dat is inderdaad zorgen zoals de VIPs. Voor de VIPs, zorgen. Je bent 39 en dus ook een van onze oudste kandidaten. Je hebt 2 kinderen. Vertel er eens mee. Ik heb een zoon van 20 en een dochter van 18. Ik ben ook mamsie, oma, van een kleinzoontje, Travis, die 29 maart 2 jaar wordt. Dus als mamsie neem je deel aan een missiesverkiezing. Ja, inderdaad. Hoe zie je dat dan? Beleef je dat een beetje als een tweede leven? Of? Wel, het is eigenlijk zo van, het was altijd al mijn droom geweest om mee te doen aan een misverkiezing. Maar met dat ik vroeg mama geworden ben en dat ik nu eruit ben uit de grote zorg, is dat voor mij nu een stukje tweede jeugd en ook een stukje droom die uitkomt voor mij. Ik wens je alvast een fantastische campagne tegemoet. En in juni een fantastische show. En dat Mamsie toch wel een mooie plaats maakt. Dank u wel, Elke.